even goede muziek, betaalbare koude biertjes en tot laat doordansen in de avond. Dan ben je hier aan het verkeerde adres. Hallo, vandaag zijn we op Puur Hollands met onder meer Frans Bauer, biertjes van 6 euro en duizenden bezoekers die voor 1 euro zijn binnengekomen. Officieel kosten kaartjes voor Puur Holland zo'n 35 euro, maar dat betaalt bijna niemand ervoor. Via vakantieveilingen kun je al maanden van tevoren met gemak 2 tickets voor 1 euro bemachtigen. Toch doet de line-up er niet voor onder, als je van het levenslied houdt tenminste. Zo stonden er dit jaar in de après-ski-tent acts als Zanger Kafke, Ronnie Ruisdaal en de Alpenzusjes. En op het hoofdpodium waren Django Wagner, John West en Tino Martin te vinden. De avond werd uiterst gezellig afgesloten door een extra lang optreden van Frans Bauer, die het festival uiteindelijk afsloot met een nummer van onze Oosterburen. Nou, dat weet ik niet. Is het mooi? Kijk, gezellig, jongen. Ja, gezellig. Dit is echt wat Nijmegen groter is. Vierdaags geweest en dit. Ja? Ja, Hollands feestje, jongen. Dat is mooi, jongen. Ja, nou, we gaan het dan even hebben over typisch Nederlands dingen. Typisch Nederlands dingen? Ja. Stroopwafel? Ja. Drinken? Ja. Zuipen dus. Ja. Nijmegen? Nijmegen. Ja. Ja, dat is typisch Hollands, of niet? Ja. Oudste stad. Wat lief? De oudste stad. Auto's. We werken een lijst aan met typisch Nederlandse dingen, want we zijn al Puur Hollands natuurlijk. Oh, wauw. Ja, 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 ja. Helemaal goed. Ja, nou, het eerste typische Nederlandse ding is natuurlijk gierigheid, hè? Oh, is het zo? Ja, dat nou, is voor zo. Mij niet, hoor. Nee. Hoe heb jij voor je kaartje betaald dan? 1 euro. Maar niet 1 euro via vakantieveilingen. Nee, ik denk 2 euro of zo voor een kaartje. Maar hier ben ik 100 euro aan bonnen kwijt. Ja, dat is waar. Gierigheid, hè? Dat is typisch Nederlands. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Hé, hey, hoeveel heb jij betaald voor het kaartje? Helemaal niks. Wat denk je zelf? 1 euro. 0 euro. Gratis van de Jumbo. Gratis? Gratis van de Jumbo, Alice. Mijn hele lieve moeder, die is ook heel gierig, maar voor mij niet. Oké, maar jullie zijn gratis hier. Gratis van de Jumbo. Oké, nou dit klopt dan. Hé, hey, hoeveel hebben jullie betaald voor het kaartje? 1 euro. Gierig dus. Ja, 4 keer 1 euro. Nee, 1 euro. Ja? Aan 4 kaartjes. Dat zijn geregeld. Oké. En gierigheid, hè? Dat is ook Nederlands, toch? Wat? Gierigheid. Gierigheid? Nee, niet. Nee. Hoeveel heb jij betaald voor je kaartje? 2 euro. 2 euro. Ja. Dit is mijn eerste keer op Puur Hollands. Ik kom uit Rusland. Het is echt spannend. Waarom? Moskou. Waarom? Waarom dit spannend is? Het is heel veel lawaai. De sfeer is heel goed, aardig. Ja, en echt speciaal, denk ik. Hebben ze in Rusland ook festivals? Niet zo. Ja, in Rusland is alleen het is zo somber. Ja. Is chagrijnig. Maar interessant. Wat zijn nou typisch Nederlandse dingen volgens jou? Frietjes. Ja? En de beweging is ja, zwaaien. En je moet altijd weten, ja la 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 la, ja la la la. Ja, dat is de basic. Hey, tweede punt is natuurlijk. Hey, wat vind je van het weer vandaag? Want mensen hebben wat over te klagen. Waar lopen ze te klagen? Hier? Wat vind je van het weer vandaag? Oh, het is toch heerlijk weer. Ja? Heerlijk. Ja, prima. Niet te warm. Nee hoor, ik hou van warm weer. Oké, kijk nou. Ik heb me hier een potje zweetballen. Ja? Dat wil je niet voelen. Nee. Oh, lekker. Nee, we zoeken naar typisch Nederlandse dingen. Typisch Nederlandse dingen? Ja. Alcohol. Bier. Klompen. Wat? Klompen. Wat is dat? Ja, klompen zijn er gewoon nu echt bij Hollands. Ik versta dat helemaal. Klompen. Klompen. Ja.
Typisch Nederland is de oer-Hollands gezelligheid. Met z'n allen een feestje maken. Allemaal, met z'n allen bij elkaar, allemaal gezellig hebben. Ja. Dat vind ik wel oer-Hollands. Okay. En wat vind jij typisch Nederland? Gewoon gezelligheid. Geen gezeik aan je hoofd. Gewoon lekker gezelligheid. Gewoon genieten. Dan gaat het er. Gewoon genieten. Precies. Genoeg wijn, genoeg bier. Ja, genoeg bier. Alles genoeg. Hallo meneer. Dag jongeman. Hallo. Hey. Bent u aan het genieten? Wat lief. Bent u een beetje aan het genieten? Ah, fantastisch. Ja? Wat vindt u zo mooi in het festival? Nou, we zijn hier nu voor het derde jaar. Ja? En, ik woon hier vlakbij. Normaal als ik een beetje doe rock'n'roll, alles doe. Ja? Ja. Dat vindt u allemaal mooi? Ja. U houdt van rock'n'roll? 14 dagen ben ik pas 85. Dat kan nog wel. Hey, Nederlanders hebben ook altijd wat te klagen. Wat vind je de minpunten aan het festival? De minpunten? Ja. Had er een goed verzorgd veldje moeten zijn, hè? Ja, dat is de Goffert, hè? Ja. Is er al Wheel of the 90s geweest? Ja. Wat zijn de minpunten aan het festival? Drukte, denk ik. Drukte? Ja, soms is het echt te druk, weet je wel. Het is bijna helemaal leeg. Hier niet, hier niet. Er is helemaal niemand daar. Ja, ik heb thuis op altijd TV Oranje opstaan. Ja. En ik ben supporter van TV Oranje. En mijn vrouw ook. Ja, kijk, heel goed. Ja, kan ik je zo laten zien hoor. Ja? Ja. Nou, laten we zien. Jullie zijn eens, jullie verdouwen met een nieuwe single. TV Oranje, supporter. Ja, gaan we zijn. En Derek, daar ben ik. Oké. Dit is de nummer. Dus je bent de trotse supporter van TV Oranje. Ja. Heel goed. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik. Dan